Goedenavond. We gaan gelijk iets nieuws proberen. We hebben een nieuw nummer geschreven. En jullie hebben de primeur. We proberen hem vanavond uit. Het heet Convicted Part 2. We'll be right back.
Het is eruit. Valt niet mee. Van de ene ellende in de andere ellende. Een nummer over het harde leven van alle dag. Torment of Existence. Speciaal nummer. Een nummer van Venom, ook voor jou. The Seven Gates of Hell. In a dream or a nightmare, where love moves fast to hate. The quest again. To the seven gates. Right away to get the low pass. See the wizard cast a spell. Search for the key to the seven gates of hell. What happens here? Where all evil dwell? Reveal to all. Reveal to none, none, none. Lie hell and infernal gates. Those damned infernal gates. The seven gates of hell. Hear the cry of the zombie, rid the body of its soul. The quest for the sacred key has become the goal. Right the wings of the Hydra, take the sword of the sacred shrine. The strength of the beast and the sinner's mind. The field is death.
the gates of hell. Bij de Seven Gates of Hell. Het volgende nummer over iemand die zich laat invriezen na zijn dood. En vervolgens ook weer wakker wordt. Leuk hè? En nummer 8, Frost. You see the light.
Omdat wij altijd alles in verkeerde volgorde afwerken. Want we hadden net al Convicted Part 2. Doen we nou voor de verandering Convicted Part 1. En zo heet het ook. Dus, als hij kan. Yeah.
Het volgende nummer is het titelnummer van onze tweede demo. En die hebben we natuurlijk allemaal. En het nummer heet Violators of the Last Wisdom. We'll be right back.
the life for us to abuse. Finally, lost in the truth. Is ook weer een oudje. Allemaal oudjes vandaag. Een nummer van Exciter. Speciaal voor de hond van Jelmer. En het nummer heet Iron Dogs! Way of the moment, the moment.
Tweede demo en hij komt op onze CD. Wanneer die komt, is de vraag. En nummer 1: Prophecy of Mortmain. The world with beastly violence.
Wat een geluiden. Het volgende nummer gaat dus weer over die hond van Jelmer en de hond van Richard. Omdat die er allebei niks van kunnen doen. En we hebben het genoemd Don't Blame the Dog. We'll be right back.
Tot ziens. Working.